in een jasje gewast. Was het neurig? Ja, er zaten vetvlekken in. Waarvan? Ja, dat weet ik niet wat dat was. Maar in ieder geval kon drie keer, ik heb hem al twee keer gewast. Ook op 90 graden? Nee, 60. 60? Ja. Dat maakt er nog 90 van. Nee, dat mag niet. Nee, maar in een kort jas. Hoeveel jaar woon je al hier? 35. Ruim 35. En dat bevalt? Ja, goed. Stel ons voor dat ze zeggen je moet verhuizen, maar nou, nee, dat doen we niet zo makkelijk. Nee. Dat kan eigenlijk niet. Nee, hier maar zit, joh. Jullie hebben al die boerderijtje gehad? Ja. Ja, nu is het een beetje minder, dus nu is het nog meer hobby wat ze nou doen, dus. Hobbyboeren. Ja. En de Pellendiek, nummer 5, hè? Vieven, moet je zeggen. Niet 5. Ja, sorry. Het is geen 4, het is geen 5. Je woont hier in het platteland, dus. Het is 54, hè? Hey, zeg eens. Met z'n hoeven wonen jullie hier nu? Met z'n vieren. Vertel eens, wie bent er? Mijn man, en mijn schoonzuster en mijn zwager. Dus. Mooi. En nog een beetje dieren naar het huis, kippen? Ja, kippen. Ja. En dan is het feestje op zaal, dus. En de zoon dicht in de buurt? De zoon, ja, daar. 400 meter, hoe wie het is, daar is dat, ik weet het zo niet. Dat is ook een wonder, hè, dat zo dichtbij. Ja. Dat moet hij niet voor het zeggen meteen, nee. Maar. Ja, via zijn westen hebben we wonen, had je. Daar ook nog een huis, dus. En de boek schilderiek. Dus dan woont ze ruim een jaar, woont ze hier. Dus. Dat is wel fijn, denk ik. Ja, wat dacht ik? Springt met z'n heen op, hè? Ja. Ja, ja. Ik loop even naar een man toe, dadelijk. Maar die moest nog weg, hè? Wat moest hij doen? Ik loop water, dadelijk, op land. Ik meng mijn sportronde. Motronde? Ja, dat mag niet, erop liever liggen. Dat mag je niet meer wachten. Maar, dus. Het is tegenwoordig een wereldje verschil. Waarom niet? Waarom mag je niet wachten op man? Nee, want dan moet je meteen eronder maken. Dus dan komt de strandvlieger eraan. Ja, ja, de strandvlieger, dat is een vliegtuig bedoel je? Ja, een helikopter. Ja, ja, nu is de strandvlieger, hè, nooit weer. Ja. Dus. En dan kom je op de foto en als je het verkeerd hebt. En... Ja, ja, dat is een sekstoer. Is dat nog leuk om een beetje te hobby of niet? Zo? Ja, nou, als je wilt wat doen of een hobby. Dan heeft hij deze weg, dus wie zit AOW dus. Maar als je jong bent en je bent zo aan regels gebonden? Dat is niet fijn. Nee, ze leggen alles aan banden dus. Ja. Dat is nog juist de charme van het boeren, denk ik, ja. Die vrijheid. Ja. En dan pak ze dat ook nog uit. Ja, ja. Nee, dat is niet geen lol meer aan tegenwoordig. Dus. Maar een beetje gezond blijven en lekker redden. Ja, veel op. Ja, zo is dat. Dan moet je... Oh, ja. Ja, je moet ze ook roepen, hè. Ja, wie komt bij de ogen. Hier. Of ze dat kennen of niet, hè? Ja. Ik hoef de deur maar los te doen, dan kom ze op mijn hand. Ik hoef de deur maar los te doen, dan kom ze aan de vliegen. Dat kent ze. Oh, ik ken ze precies. Maar iets er allemaal met een letter in de pannen. Wat zegt ze nou? Theo of Theodor? Wat zegt ze? Theo tegenover. Ja. Ik heb het taal ken ik niet. Ja, dat maar ik ben geleerd. Ja, maar ik zit al heel zitten lusten, maar ik kan het niet goed horen. Theodor, wat zeg je? Volgens mij zegt ze Theodor. Ik ben kort nog niet, hè? Maar schadelijk wild neem je dat net toch? Is dat niet schadelijk? Ja. Ja, ik neem schadelijk wild. Ja? Ja, ja, maar als ze elke dag nog een ei legt? Ja, maar je moet maar rekken. Een groot ligt al geen ei. Ja, maar dat moet werk doen, ik bedoel. Je kunt een haan toch niet ontnemen dat het met zoveel vrouwen dat ze zich stilhouden? Nee. Dat kan je niet maar. Nou. Ja. Maar wat moet je vanmiddag doen? Met een trekker, wat gaat er gebeuren? Ik kan wachten, dat zeg ik ook niet. Wie bent dan ook niet in die dag? Ik wil nog even een wens van u. Wat zeg je? Een wens voor de toekomst. Zo. Met dat mooie weer erbij en zo wil ik nog graag een wens van u. Ja. Wat moet je dan weer zeggen? Ja, nou. Goed, dat ik nog een leven mag. Ja. In gezondheid. Samen. Hier. Ja, ja. Zo is dat. Ja. Dus. Dat heb je ook al helemaal uur gebracht. Dat is wel goed. En dat die kippen nog verder mag leggen? Dat heet goed. Zie je? Ja, die komt wel. Oh, wie de verzorgt zo goed, zie je. Ja. Ja, dat soort dat moet hebben, dat ben de beste. Ben dat de beste? Ja, bij lichtproductie. Ja. Wat is dat voor soort, hoe heet dat? Warren. 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 Ja, zo goed dat ik het weet. Ja. Ja. Maar die jongens, die hebben hier ook een leven als een prins, hè? Ja, maar... Ze verliefd overal in als je loopt, ja. Hè?
Maar dat mag wel ook niet meer. Nee, daarom. Ik ben je blij dat je hier niet in de buurt wonen. Zei je ook, die smerig, ik heb hem maar binnen. Theodor voor omtrekken. Ga aan het werk, ga aan het werk. Maar iemand hen? Ik kom even rummen, joh. Ik kom me niet trekken. Hier. Ja, zeg maar, ried even net aan. O ja? Ja, doe het even, kom op. Nou, ik ben er allemaal erop in. Heeft er nog extra mooie gele klompen bij aan het droog? Ja, dat was je niet klopt. Die mag ik niet hebben. Zie, die mag ik. Hier. Ja. Tellen dan is samen 177 jaar. Ja, ik heb best goed in. Ja. Alsjeblieft. Bertus, hoeveel jaar is dat van Obi? 82 jaar. 82? Ja, zo oud ben je nog niet. En je ziet er geven uit, zeg ze dan, hè? Ik heb een pet opgezet, met een mooie bos hoor. Maar dan heb je normaal op, of niet? Ja, anders wel. Ja. Ja, dan kan ik nog wel afzetten. Nou, je mag maar afzetten. In de zon. Zet hem maar af in de zon. Ja. Dat is ongekend, hè? Eind februari in de zonnezin. Ja, hoor ze wel. Ja. Zeg je wel. Nee, dat is zo. En dat was vaker met hem maakt die mooie beginzommers, ja? Ja, natuurlijk wel met me. Dat was meestal ook te vroeg. De bomen beginnen al zo te werken om zeggen. Is het nou ook te vroeg? Ja, eigenlijk wel, dat weet je ook wel. Feitelijk wel. Moest eigenlijk nou een beetje winter in zin? Ja, dat was beter geweest. Want zo kunt het niet wel in de bomen straks. Of het geeft kapot. Ja, zoveel is. Het is altijd jammer. En verleden is het ook niet wat je wist. En hoe is het nog warmer als verleden jongen. Zo is dat. Ben je nog blij dat het boer achter de rug is, of niet? Dat is... Heeft hem niet? Nee, weet boer nog wel. Zo'n beetje. Nu nog? Ja. Wat doe je dan? Vertel eens. Ik mag het eigenlijk niet meer. Nee, maar je doet het nog wel een beetje stiekem. Ja, zoveel is. Maar je doet het nog wel een beetje. Ja, zoveel is. Je doet veel. Ja. Oh, je kan het slecht zien. Hij is met de ogen aan het druppen. Ja. Maar, ik zeg dan, hij nog niet meer handicaps hebt. Hè? Dat zijn toch mensen die nog meer handicaps hebben. Die kunnen toch goed redden samen, broer en zus. Ja, nee, ik heb wel hulp. Hè. Ja? Ja. En ze brengt me dit. Van tafeltje dekje? Ja. Ja. Ik zei, want anders dan wou ik toch veel de muur, zeg ik. Ja. De macht is toch wel weg. Oh, dat kan niet anders. De macht gaat weg. De macht. Ja. Ja. Wanneer ben je nou weer jurig? 31 mei. En hoe oud word je dan? 96. Kan je niet zien, hoor. Knap, ja. Dat heb ik ook nooit gedacht, zeg ik tegen de dokter. Want ik werd vroeger gar niet sterk. Krakende wagens. Wat zeg je? Krakende wagens loopt langs. Ja. Zeg ze nog wel. Ja, is wat gedaan. Een beetje smeren en dan bleef het wel om. Hè? Of niet? Ja. 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 Toch. Maar je hebt het goed naar het zinnen? Ja, die helpt me van alles. En goede hulpen. Ja. Dat moet ik eerlijk zeggen, want wat ze gaan niet hoeft, dat doet ze ook. Dat doet ze ook nog? Dus ze wel. Ja. Dus ze wel. Maar dat zei ik toen van taaltje dekje. Ze willen hem dat ik morgen naar zij is koken. Ik zeg maar eerlijk, dat kan ik niet. Ik zeg, ze moet me in de kast ook uitpakken, dat kan ik reis niet, als ik aan het peurtje vast moet houden. Ik heb dan nukken in het hoofd, en dan kan je zo achterover vallen, maar dat is wel erg. Daar heb ik van Bastiaan of wat voor, maar deze dokter geeft er niks voor.
Die weet er niks voor, zeg maar eerlijk. Oh, ja, hij weet er niks voor. Maar ik heb ook niks van gezegd, maar niet, ik denk, hoef je dan ook niet te weten. Maar je zegt, de tenen die goed krom staan, en dan druk op de schoen, en zeg, eigenlijk moet de tenen al bloot. Die moeten ruimte hebben, maar dat kan je nu gewoon niet leen. Het is toch te koud. Ik zeg, ik heb altijd een voet koud in een voet. Ja, en een ander moet koud hebben, want een ander is een stokken. Ja. Maar dit is natuurlijk wel goed voor jou, hè? Het moest kijken, zo'n lekker zonneke. Ja, hij zei ook, heerlijk. Loop maar eens buiten, zeg. Ja. Ja, dat kan je denken. Ja. Mm-hmm. Waar ben je geboren? Hier. Ik ben altijd bij moeder gebleven. Altijd bij moeder gebleven? Ik ben niet trouwd. Dus twee broers en een zuster? Ja. 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 Je hebt een fijn leven gehad, of niet? Och, ja. Het kan er bij deur. Het moet wel. Wat zeg je? Het moest er maar net zo. Ja, je hebt het allemaal hier in de hand, hè? Nee. Ook maar goed ook misschien. Wel ja, allicht. En dan Gerard nog dicht in de buurt woont hier? Ja, ja, dat is zo. Ja, ik ben goed op zoek ook zo, dat ben ik wel. Goed te besteed. Ja. Ik weet er wel wat van, hè? Ja, nou. Af en toe een kindje in de pannen? Of niet? Of lust je geen wild? Dat is niet meer. Nee. Of is... Nou, die zie ik ons lust, hoor, kost het niet meer. Is er niet meer? Nee. Hoe komt dat? Ja, kindziekte, dat weet je wel. Mixen met dozen. Ja. Maar jagen doet er graag, hè? O ja, ja, dat is zo. En dat is nu wel wonder. Dat zegt zijn vrouw dat hij in Westendorp iedere keer in de magen had en nu niks. Nu de heer woont, zegt ze. Nu heeft ze zo nog een zin, zeg ik maar eerlijk. We hebben zien plek hiervan. Ja, ja. Hij wil zo graag nog een beetje boeren eigenlijk. En helpen de jongens nog een beetje, want Tera heeft ook veel naar de dokter gelopen. Ja. Had hij met de butter de hoes niet meer kon. Ja, ook al. En is dan nog jonger dan het Peders. Is dan, ik heb nog een zuster in Alten, die ook... is ze nu ook 93? 93. Mijn zuster in Alten. En nog een zuster, die 80 is geworden. En die was 62. Toen had een dokter gezegd, nu heet aan de leven. Zegt ze tegen mij. En zegt ze, vertel het maar naar ze tegen. Zegt ze. Het Bastiaan zegt, ze was nooit bij een dokter geweest. Ik ben het in het leven door hiervoor en naar Bastiaan gewoon. En dan nam het een andere met ook. Ja. Ben jullie ook bij de bejaarden zo ze was, of niet? Nee, dat niet. Heb je nooit dan? Nee. Dat leek ook niet waar? Daar ben ik nog niet oud genoeg voor. Wat zeg je? Dat was nog niet oud genoeg voor. Ja, ik hoop dat hij aan de beste manier mee helpt, zeg. Want dan krijg je vast een ongeluk, zeg. Die boelen weer in de stad, dat is toch niet wat voor zo'n jong. Dat kan toch ook niet meer. Het is al een beetje zuinig op boel. Ja, ja. Dat is goed. Dat moet toch niet meer? Eerlijk niet. Dat is, ik zeg, neem dan die sterke kerels die wil wel helpen, wie ook wel eens de beesten hier op de wei heeft. Dan moeten er twee anderen komen, zeg, wie daar wel een sterker bent. Eén keer heeft Gerard alleen zo'n boelen geleid. Ik zeg, maar doe je dat nu? Hij heeft nog niet holen kunnen, hij geeft een stutte. Hoe ging het toen in Winterswijk? Hij had ook een jong de boelen geleid. En hij had vrij gekregen van dienst en vader te helpen. En eerlijk, hij had vergeten dus de gunnel van de deur te doen. Hij heeft de boel, de tiet. Stut hem in de leven, hij is zoveel nou zo. Bertus, heb je nog wat te wensen voor de toekomst, of niet? Een beetje gezondheid. Ja, allicht dat je wil, maar... Oh, maar ben niet zo willen meer. Dus wat er op het moment in de wereld gebeurt aan mannen dat... Ja, hij doet niet. Het narigheid. In de wereld. Wat is het naaste? Wat vindt u het naaste? Wat er als zoveel mensen vermoord. Dat is toch verschrikkelijk. Hoeveel vermoord ze daartoe? En nou, als ze s'nachts hier eens rondlopen en tikken aan de deur, dat vind ik ook niet fijn. Hé, dan ook.